Hallo allemaal, ik ben Nienke van vakantiewoning Casa Curiosa in Mol Centrum. Ik sta nu op het meest zonnige tuinterras van Mol en omstreken. Reeds vanaf februari kan je hier gemakkelijk op het terrasje genieten van de zon en dit tot ver in het najaar. Je kan hier tafelen en barbecuen met groepen tot 12 personen. Genieten van de zon. Kinderen kunnen hier spelen. Is het niet zo mooi weer? Ook geen probleem. De kinderen kunnen eventueel binnen spelen in de speelhoek. Hebben jullie geen kinderen bij, dan wordt de speelhoek opgeruimd en dan kunnen jullie daar ook gewoon rustig vertoeven. Binnen heb je een grote zithoek om televisie te kijken. Een goed uitgeruste keuken. Een heel toffe bar, waar jullie ook bij regenweer veel plezier kunnen maken, zingen, dansen, wat jullie ook maar willen. Er is een eettafel voor een groep tot 12 personen en dan zijn er ook nog 5 ruime slaapkamers. Dus er is zeker plaats genoeg voor iedereen. Op ongeveer 2 minuten wandelafstand kan je het station van Mol vinden. Er is ook een busstation. Als je graag wandelt, dan zit je in Mol zeker goed. Er zijn heel veel verschillende routes die je kan uitproberen. Mijn favoriet is rond de Molse meren wandelen. Je ziet overal water en bomen en ja, het is gewoon prachtig. We hebben ook een subtropisch zwemparadijs bij de Molse meren. 3 verschillende golfclubs en dan natuurlijk nog onze eigen activiteit. Kickbike Mol, dat is het. Je kan een elektrische step met hele grote banden huren en daarmee een toeristische route afleggen. Dat is helemaal niet hetzelfde als fietsen of wandelen. Je gaat eigenlijk over de kleine paadjes en je kan echt genieten van alles wat rondom u is. Makkelijk stoppen. Helemaal niet gevaarlijk en geschikt voor iedereen vanaf 16 jaar. Kortom, ideaal voor een weekendje weg.